zo. Het is vandaag dinsdag. Ik had gisteren niet echt gevlogd. Ik was gisteravond bij vrienden. Toen heb ik echt één stukje van 5 seconden gefilmd. Hoi allemaal. Oh, wacht. Hoi allemaal. Oh, vanavond gaan we... Hoe heet dat? Harry Potter kijken. Yeah! Dat is Engel trouwens. Ja. Ik heb dus gisteren niet echt gefilmd. Ik had weer mijn eerste... Oh god, ik krijg mijn school niet aan. Ik had weer mijn eerste schooldag na de vakantie. En het was echt weer even wennen. Zo'n hele dag school. Ik was echt super moe gistermiddag al. Dus ja, maar toen was ik dus uiteindelijk wel weer naar vrienden gegaan. Toen was ik uiteindelijk wel weer veel te laat thuis. Sliep ik uiteindelijk wel weer om 1 uur. Dus ja. Ik denk dat ik vanavond ook een keertje verstandig ga zijn. En gewoon naar huis ga na school. En gewoon ga eten en in mijn bed liggen. Maar ja, dat vind ik altijd een moeilijke keuze. Want ik vind het ook heel erg leuk om lekker naar vrienden toe te gaan. Maar ik moet ook een beetje op mezelf letten. Dus ja, ik moet nu wel echt gaan. Ik heb vandaag les tot 4:15. En ik heb niet zo heel veel vakken. Ik heb jazz, SLB en liedinterpretatie. Dus top. Alleen met heel veel tussenuren. Dus dat is een beetje minder. Maar ja. Helemaal goed. Oké, ik ga naar school. Doei. Hey allemaal. Welkom bij de kookvlog van Pamela Kroes. Koken met Pam. Oké, we gaan vandaag wassen. Ja, Maxime. Oh, okay. Ja, maar. Nu. Ja. Dit is je moment. Ah! Sorry. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ja, nu. Het is vandaag dinsdag. We zijn met... Muziek en musical theater. Ja, want wij integreren. Heb je hoor? We zijn aan het koken en ik wilde zo nodig pasta eten. Dus ik maak mijn eigen pasta en zij maken risotto. En we zijn echt met 10 mensen hier in mijn huis. Dus het is gezellig. Lekker. Chap, chap. Ja. Hier komt de timelapse zien. Ja, dat zou ik net zeggen. Nu moet je een timelapse doen. Oh ja. Hier komt de timelapse. Yeah! Goedenavond, het is vandaag woensdag en dit is de eerste avond in deze week. Ik wilde echt zeggen van deze weken, maar ik heb vakantie gehad. Maar dit is de eerste avond in de week dat ik alleen naar huis ben gegaan, niet met vrienden ben gaan chillen. En nu letterlijk om 9 uur in mijn bed ga liggen. Ik ben zo trots op mezelf. Echt niet te doen. Maar ik ga lekker mijn bedje in. Ik ga nog niet slapen, maar ik ga wel lekker liggen in mijn bed. En morgen weer een nieuwe dag. Ik ben super moe. En ja. Ik wil net gaan vloggen. Oké, nou. Oh. Het is vandaag vrijdag. En ik ben met Janne. We zijn op date. We zijn aan het eten. We zijn aan het eten en ik heb het voor het eerst nog niet op en ik laat het aan jullie zien. Maar we zijn in het World Forum, zo heet dat hè, in Den Haag. En we gaan vanavond naar de Addams Family. En we zijn nu in het Addams Family restaurant. We zijn aan het lekker eten. Dit heet Pulled Chicken van I'm Being Pulled in a New Direction.
dat gaan we eten. Het ziet er echt super lekker uit. Gewoon een soort kapsalon, maar dan netjes. In een chic restaurant. En we gaan straks naar de Adams en ik ben super benieuwd. Nou, eet smakelijk, hè? En ook nog gezonde salade erbij. Ja, met vies ei. Dag. Hallo, het is vandaag zaterdag en ik ben weer met mama. En we gaan vandaag een high tea doen. Kijk, als verrassing. Dus spannend. We zijn nu op haar aan het wachten. Het is een collega van mijn moeder trouwens. Ze is jarig. Is ze echt jarig? Maandag. Oh, ze is maandag jarig. Ik hoorde ik zeg gefeliciteerd, want ik weet het echt niet. Dus ja. Ja! En het is tijd voor Wie is de Mol. Oh, jij nou? Yes. Hola, het is vandaag zondag en ik heb vanochtend weer getapt bij mijn dansschool. De lessen zijn weer begonnen, dus dat was echt heel erg fijn. Nu ben ik even lekker bij mijn vader thuis. Ik kom nu net aan met de auto, dus ik ga nu even lekker een middagje bij papa. Ik weet niet of papa er is, maar gewoon even lekker even chillen. Ik ga niet zoveel boeiends doen, maar goed. En dan vanavond weer terug naar Tilburg. Dus ja, gisteren trouwens Wie is de Mol. Ik had op Evie gestemd en Evie is eruit. Spoiler voor wat je niet hebt gezien, maar ik denk het wel. Want deze vlog komt veel later. Maar ja, ik doe voor het eerst mee aan Wie is de Mol. Het gaat nu al fout, dus my life. Maar goed, ik ga nu de auto uit en naar binnen. Dus ja. Zo, ik ben weer lekker in Tilburg en ik heb mijn lekkere warme zachte trui alweer aan, zoals altijd. Jullie zien me iets te vaak in dit ding in mijn vlogs, maar goed. Toen ik net thuis kwam, had ik gelijk weer allemaal pakketjes. Als eerste eentje van Big Jim. Dit is echt super chill, maar ergens ook wel gewoon een beetje gek of zo. Ik heb dit van hun gekregen en dit is een speciale Golden Pass van Big Jim. En daarmee kan ik dus nu 3 jaar lang gratis sporten bij hun. Dus ja, dat is wel heel erg chill. Ik ga nu niet naar de sportschool, maar misschien moet ik dat dan toch maar ooit eens een keer gaan doen. Toevallig heeft mijn broertje ook een abonnement hierbij. Dus ik kan sowieso in het weekend met hem gaan sporten. Maar wie weet ook wel door de weeks. Dat weet ik nog niet. Ik heb nu nog niet echt motivatie, maar zeg nooit nooit. En ik had nog een pakketje van Boozy Shop. Ja, sorry, ik heb het wel uitgepakt. Maar ik heb van hun 3 make-up sponsjes gekregen. En deze ging het vooral om. Dit is hun, volgens mij heet het microfiber spons. En deze wilde ik al heel erg lang heel graag proberen. Want volgens mij had Vera Camilla hem getest. En die zei dat hij echt oprecht heel goed was. En hij kost maar 5 euro. Dus ik ben heel blij dat ik deze nu kan uittesten. En ik heb ook nog 2 normale van hun gewone collectie gekregen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit een goede vervanging zal zijn van de Beauty Blender. Want die zijn natuurlijk echt super duur. En deze is dus maar 5 euro. Dus dat is heel fijn. Dus die ga ik uittesten. En nu ga ik even lekker Netflixen of zo. Ja, en hoop ik dat ik even een keertje op tijd ga slapen. Maar het is nu al 9:15, dus denk het niet. Maar goed. Zo, nou, ik ben nu even lekker Ex on the Beach aan het kijken in bed. En ik ga zo slapen. Dus ik dacht, misschien is het een goed idee als ik de vlog gewoon afsluit. Ik ga namelijk helemaal niks boeiends meer doen, want ik aan jullie moet laten zien. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doeg!